Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Limburg Alleen. Straks een vroeg raad weer, een aflevering met Mark Rodenburg van het Centre Ceramieke Maastricht. We hebben de knuppelen, maar we beginnen met een topper. Twan Grezel. Twan, welkom. Dag Wim. En topper, dat moet ik oprecht zeggen. Je hebt een roman geschreven en dat heeft me aangenaam verrast. Maar even, kom verdadelijk op, even terug naar die verleden, want iedereen zei natuurlijk, ken ik de man van, burgemeester geweest in Heerlen onder andere. Ja. Nu dijkgraaf, ook ja. Een heel bijzonder beroep. Mooi beroep. Mooi beroep, dat twijfel ik niet aan. En nu romanschrijver. Wie is dat zo gekomen? Ja, Wim, ik loop daar eigenlijk al 30, 40 jaar met. Zolang als ik mijn vrouw ken, zeg ik, ik ga eens een keer schrijven. En iets meer dan een jaar geleden kom ik een goede vriendin tegen en die had een boekloor. En toen werd ik bijna ziekelijk jaloers. En toen kom ik te hem en had mijn vrouw gezegd, dan begint maar eens. En 2 januari 2012 ben ik begonnen. En op 21 december vorig jaar heb het kind het leven gezien. Ja, dat klinkt nu heel gemakkelijk. Ja. Maar ik weet wat het is om te schrijven en vooral een roman te schrijven. Zonder de ervaring die men eigenlijk zou moeten hebben. Maar de hubs het ook niet makkelijk gemaakt. De hubs een boek geschreven, want meestal beginnen ze met van die dunne dinger. Ja. Maar de hubs meteen een roman geschreven van meer dan 400 bladzijden. Dat is nogal gehad. En ja. De hubs het eigenlijk alleen maar non-fictie genoemd. Nu heb ik het boek voor een groot gedeelte gelezen. Ik kan me niet voorstellen dat dat alleen maar non-fictie is. Dat zijn ook ervaringen, want het gaat over een onderzoeksjournalist. Lek het zelf kort even uit. Ja, een onderzoeksjournalist, die moet natuurlijk scoren regelmatig. Die moet scoops hebben in de krant. En deze man is tijdens een half jaar terug. En die kreeg zich van de hoofdredacteur flink te wachten aangezag. En hij moet toch weer eens wat gaan uitzoeken. En op een gegeven moment zei de hoofdredacteur, ga maar eens kijken wie het zit met die gemeente. Want het is crisis, crisis, crisis overal. En die hebben allemaal veel grond gekocht. Dat moet zwaar geld bijgelacht worden. De kranten stonden vol van. Maar ze zei er in Maastricht, huren we er niks van. Ja, wat is er in Maastricht aan de hand? En de jong gaat dat onderzoeken en dat komt in een maalstroom terecht. Dat wil ze niet weten. Ja, ik kom echt dat berichtje, een persberichtje, dat hoort lang voor de roman. Ja. Heb ik dat inderdaad gelezen? Daar heb ik me over verbaasd. Dat Maastricht, een van de weinige gemeentes in Nederland hoor, die eigenlijk blanco de toekomst inkozen, dat ze die gronden allemaal... Dus het is niet helemaal uit de lucht komen vallen. Nee, natuurlijk. En natuurlijk heb ik als bestuurder ook veel ervaring met vastgoedontwikkeling van gemeenten. Maar laat ik het zo zeggen, ik heb Maastricht en die crisis een beetje als een decor gebruikt om de onderzoeksjournalisten flink in de problemen te brengen. Ja, dat want dan had ze nog met afrekenen met de onderzoeksjournalisten. Nou, dat heeft er weinig mee te maken. Het thema heb ik eigenlijk al heel lang in mijn kop gehad. Vroeger zou het eigenlijk meer zou ik te denken over een politieke partij met een dubbele bodem, die eigenlijk de bedoeling had om het land de macht over te nemen. Ik vond de laatste jaren zien de ontwikkeling in Nederland niet zo dat ik dat maar gedaan heb. Ik heb een iets andere weg gekozen. Maar nadrukkelijk is het een mengeling van fictie en non-fictie. En de vraag die ik aan de lezer voorleg, had het woord kunnen zien? En voor mij in ieder geval. En mijn vraag zou dan aan dik zijn. Ja. Wieveel procent fictie en wieveel procent non-fictie? Dat is het geheim van de Smit. Van de Smit. Ja. Dat laat voorbij. Ja, maar heel herkenbare dingen. Want Memoreers onder andere Maastricht plannen heeft gehad om het casino, dat Amerikaans casino, hier naartoe te halen. Rieu, Joop van den Ende. Het komt er allemaal in voor. Ja. Dat is dus een gedeelte non-fictie. Ja, ik zeg, ik heb dat als decor gebruikt en daar heb ik wel heel prettig gebruik van gemaakt. En dan moest weten, Wim, het is mijn eerste boek. En ze zeggen altijd dat ook de kwaliteit van een boek zit in de research dat ze veel afdoet. Dat heb ik hier niet over te doen. Maar dit had geen boetestander kunnen beschrijven. Dit had geen dat had ik niet kunnen doen, bij wie zo'n spreken. Nee, dat moest ik zit niet in de wereld. Dat moet immers doen de wereld kent en ook gevolgd heeft. En ik heb dat de laatste 10 jaar intensief gedaan. En mijn nieuwe boek, daar ben ik nu al mee begonnen. Het speelt in Amsterdam. Doe maar. Daar zal ik wat meer research van moeten doen. Ja. Wat mij ook toch wel een beetje verbaasd heeft, dat is natuurlijk toch dat er in de wereld hel toegeeft. Ja. De titel, Manu Dura. Met harde hand. Ja. Spaans, als ik me goed heb laten oriënteren. Dat komt nogal het geweld in voor. Heb zich dat, niet zelf, maar heb zich dat van dichtbij metgemaakt? Want dit gaat nogal ver. Ja, maar het is niet autobiografisch. Het is wel een omgeving die ik bewust gekozen heb. Nee, maar de vraag, heb ze het metgemaakt van collega's? Dat het zo ver gaat? Kijk, de vraag is natuurlijk of het woord het kunnen zien. En dat is zo, dat beantwoordt toe ook positief. Gelukkig, laat ik het zo zeggen, is het geen dagelijkse praktijk, denk ik. Het zou niet goed zijn voor steden en het zou niet goed zijn voor de journalist en zijn familie.
Maar het is wel heel groot voor de lezer om het zo mee te maken. Dat geloof ik. Dus, laat me af en toe ook wat fantasie gebruiken. Dat heb staan. En dat me ook verbaasde, daar stond nog een beetje, want we zitten nu toch onder elkaar hier, sekspassages in. Toen dacht ik, die associeer ik niet met de nette dijkgraaf tegen altijd in de kop. Dat is ook vrij realistisch beschreven, Ton. En dat wil voor mij zeggen, daar durf ik ook kwetsbaar op te stellen. Ja, nee, maar de krijgt met dit boek alles wat ik ben. Misschien ook de Twan van 20 nog. Ik ben al bijna 60, Wim. Dat lukt hard, joh. Ja. Maar ook de dromen van vroeger zitten er ook in. En mijn broer, dat is wat Oira zegt, had gezegd, ik herken het helemaal. Ah, kijk, dus, dat is goed. En laat u kwetsbaar zijn. Als het functioneel in een boog is, moet ze alles durven te schrijven. Ik denk dat het de romantische kwaliteiten ook in zich geven in een wereld die wij althans niet kennen. Maar even terug naar het begin. Ja. Wie heeft ze hem opgezet? Schrijvers die beginnen niet zo, maar had ze een bepaald plot in die kop? Had ze een bepaald idee van, dan moet ik naartoe werken? Heel weinig. Ik schreef op zondagochtend, dan ben ik fit. Mm-hmm. Dan heb ik niet de hele dag gewerkt. Dan heb ik dus een beetje de ontspanning van de zaterdag gehad. En op zondagmorgen ben ik helemaal klaar om te gaan schrijven. En ik schreef letterlijk regel voor regel, bladzijde voor bladzijde. En daar werd eigenlijk niks meer ingeschrapt. Dus ik schreef het vooral zoals het gelezen werd. Ook. Zeg, dus je schreef eigenlijk nog wie Karel van, Gerard van het Reven. Ja. Niet als zo'n tikmachine. Nee, ik schreef en mijn vrouw typt en corrigeert. Dat is ook mijn manager, mijn vrouw. Wat in de social media. Maar ik schreef tussen de 1200 en de 1400 woorden per uur. Dus heel heftig. Moest ik voorstellen, hongert hun in een hok. En dan dat deur opengeeft. Zo komt dat bij mij eruit net of het er 30, 40 jaar opgesloten heeft gezeten. Dat zijn de echte eigenlijk, hè? Maar ja, het vult wel goed, moet ik zeggen. We moeten maar het niet verhullen. Dat heb ze ook 3 weken een writersblok gehad. Zoals alle grote schrijvers dat hebben. Wat moet ik me dan ervoor stellen? Want niet iedereen weet wat een writersblok is. Nou, doe best dus met een boek bezig. En dat duis je met heel veel ambitie. En de wil ze een 10 schrijven. En niet een 9,5 en geen 8,5 een 10. En als ze dat blief doen, consequent, dan kom je een keer op het moment dat ze denkt, hoe gaat het verhaal verder? Ik kom dan in broed. En dan staat er een moer van 300 meter veurdig. En toen heb ik toch met sommige lui over gekald. En toen heeft EMSTL wat meer schrijvervaring gehad. Tegen mij gezegd, Twan, er moest niet over die hoge moer heer. Maar er moest er een poortje in zoeken. En eigenlijk betekent dat easy way out. Eindelijk keer een concessie doen. En dat heb ik gedaan. Maar ik zal het niet zeggen. Wow. Dat hoef ik wel niet te weten. Zeg, even terug naar het boek zelf. Heb je al reacties gehad? Met name moet de politieke wereld dat interesseren. Hebben die van Maastricht al gebeld? Nou, er is een wethouder uit Maastricht die er misschien wel in staat. En die het al gelezen heeft. Die toevallig al nog van de week burgemeester in Brunsum is geworden. Dus er zit ook wel wat non-fictie in. Maar wat ik heel leuk vind, en voor een eerste boek duikt me dat erg goed, is dat ik heel veel goede commentaren kreeg. Bijvoorbeeld op bol.com. Ja. Daar staan 7 commentaren, dacht ik vandaag, of 8 op. Allemaal 5 sterren. En nou, voor een eersteling ben ik daar heel tevreden mee. En het geeft me eigenlijk alleen maar de moed om door te gaan. En nogmaals, het tweede boek, de eerste pagina's zien geschreven. Dan nodig je de weg weer uit. Nogmaals, dat is mij heel aangenaam verrast. Ik wist dat ze een prettig meisje was, dat ze veel kwaliteit heeft, maar dat ze zo'n roman kunt schrijven. Klasse. Chapeau ervoor. Dank u wel. Bedankt dat ze hier was. En ik kan het natuurlijk gans Limburg aanrooien. Manu Dura van Twan Grezer. En van deze roman, die eigenlijk de verbeelding aanspreekt, door iets wat ook de verbeelding aanspreekt. En dan praat ik natuurlijk over zijn eigen knuppelen. Goeiedag, dames en heren. Jos en Pierre met weer het nieuws. Pierre, zus weer er in zich. En vandaag wil ik het eens hebben over gebruiken die een beetje uit de mode zijn geraakt. Gebruiken? Ja, dingen, activiteiten wat vroeger gedaan wordt, wat synoniem als huis. Oh, tuiken springen. Ja, ook, maar daar wil ik het niet over. Koekerhallen. Nee, wil ik het niet over hebben. Koele graven. Ook niet, Pierre. Ik wil het hebben over het vroegshoppen. Vroegshoppen? Vroeger gingen de lui zondags naar de wachtmes. Ja. En naar de wachtmes, dan gingen ze vroegshoppen. Dan gingen ze in een pitje. Oh, die gingen een pitje. Oh, en dat ging ongeveer zo. Als voor zondags nou de wachtmes weer frisch op begon. Haha, ho ho, dan zorg voor de vuur dat je pilsje blies vond. Haha, kom met ons met. Als voor zondags nou de wachtmes weer frisch op begon. Haha.
ho, ho. Dan zorgen we ervoor dat Gendelske leest om. Haha, kom met ons met. Zijn vreug aan Marieke, nou gang eens met mij mee. En zeg niet gelieg, ik ben moe. Een glaasje limonade, dat maakt ik weer fit. Kom op, ik heb mij stropverheugd. En laat in de middag sessie lieve shot. Hoor mij toch maar gauw in het beeld. En zie shot, kom even, zich het put gehad. En zie zij het ook maar wat ze wilt. Het verzond is nog de wat, het weer vlug op begon. Haha, ho ho. Dan zorg we ervoor dat geen beeldje licht stond. Haha, kom met ons met. Trina gaat naar de mes op stap. Dan geeft Trina gans in de bol. Ze staat op de dansvloer en nee aan de top. Daar zit nou een uurtje gans vol. En laat in de midden, ik zit hier tegen Trien. Ik zit niet geen meug op die kruk. Ik lief nog geen dansen, mijn verdoen geen pin. Maar ik heb al binnen de ruk. Het verzond is nog de wat, het werd vroeg op begon. Haha, ho ho. Dan zorgen we ervoor dat geen pilsje blijft stond. Haha, kom met ons met. Graat zit dan met Rieske alleen aan buffet. Hij is mug en vult zich het aan. Hij rook een sigaar en ze heeft een sigaret. Het is al gans blauw van de zwaan. En laat in de middag zegt ga ik wil gaan. Mijn poot nog sigaren zijn op. En hij zegt het is hier nog lang niet gedaan. Met Christen verloop ik niet stop. Het verzond is nog de wat meer spervuus op ik hoor. Haha, ho ho. Dan zorg ervoor dat geen pilsje blijft staan. Haha, kom met ons mee. Het verzond is nou de wat net weer vroeg op begon. Haha, ho ho. Dan zorg ervoor dat geen pilsje blijft staan. Haha, kom met ons mee. Zonder snelde wat mis weer vroeg op begon. Haha, ho ho. Dan zorgen we ervoor dat geen pilsje blijft staan. Haha, kom met ons mee. Haha, kom met ons mee. Ja, en na de knuppelen moeten we natuurlijk weer een ander soort amusement hebben. En hoe kan ze dat beter vind je dan in de bibliotheek? We hebben vandaag weer een fantastische gast. Mark Rodenburg van Slotere Ceramiek in Maastricht. Yes. Mark, nu verwachten dat Stichy gewoon met de nieuwste aanwinsten, of bijzondere aanwinsten uit de bibliotheek komen. Ja, ja. Wat hebben ze vandaag in de aanbieding? Hoop ik een beetje aan te kunnen voldoen. Een hele aardige die net is uitgekomen van Tyler Hamilton. De wielrenfanaten kennen de naam waarschijnlijk wel. Een ploeggenoot van Armstrong. En dit boek heet, dat heet De Wielermafia. Het gaat over de dopingaffaires in de jaren 90. Inside Out, echt van een man die, die het kent. Die weet wat het heeft metgemaakt. Die lijkt uit wie de druk is op jongens. Die spreekt over een 1000 dagen termijn. Zeg maar 3 jaar. In 3 jaar tijd zijn de echte profs in die tijd gewoon ze langzaam over van puur naturel fietsen naar langzaamaan MMB-middelen gebruiken om inderdaad mee te kunnen blijven gewoon naar de top. Ja, het is natuurlijk die commercie die druk oplegt en ze hebben zelf geen keuze meer, die jongens. Ze motten, anders gaan ze met een andere ploeg. Ja, juist. En dat is dus in het goed respect voor lui die dat dus niet hebben gedaan, maar die zijn dus ook volledig uit de wielrensport verdwenen. Ja. En geef aan dat, ik heb laatst nog een YouTube-filmpje gezien met een interview van hem, dat het een voorzichtige schatting 80%
op zijn minst aan de doping heeft gezeten. Ik heb daar nooit in getwijfeld. En het woord maffia is niet overdreven. Dingen doen het. Nee. Goed. Nee. Volgende. Indrukwekkend. De vrouwenslagerij. Van Ilja Gort. Ilja Gort, bekend van wijnen. De wijnen. Ja, leven in Frankrijk. En in die hoedanigheid ook als kok. Culinair is er redelijk ontwikkeld. Maar hij schreef dus ook romans. En dat is een hele aardige. Deed me een beetje denken aan The Green Butchers. Een Deense film met twee jongens die op een zeker moment lui gaan slachten en gewoon verkopen als verwerkte vleeswaren. Ja. Dat gebeurt hier dus ook in. Heel luguber verhaal. Maar het zijn allemaal meisjes die in Frankrijk een goedlopende slagerij overnemen op het moment dat de slager zelf overlijdt. En ze hebben allemaal hun eigen achtergronden, komen vaak uit gewelddadige relaties. En ze weten er wel raad met groot succes. We hadden net over Beton Chris, over fictie, non-fictie. Ja. Maar dit is dus pure fictie. Ja, daar waren ze wel voor goed. Hopig. Goddank, Mark. En hele bekende schrift. Dan? J.K. Rowling, bekend van de Harry Potter. Harry Potter. En ze heeft afgelopen jaar het levenslicht laten zien aan een volwassen roman. Een goede raad, good advice in Engels. Heel divers ontvangen. Het is een boek dat gaat over gemeente. En het gemeentebestuur, dat sleed ook wel aardig aan. Die ik wel al van afgesproken heb. Wel, hè. En op zeker moment geeft daar een filter een wethouder om. En er komt een kans van de gezettelde burgerij om de achterstandswijken op de een of andere manier op afstand te zetten. En dat geeft met politieke konkel geeft dat gepaard. Nogmaals, heel diverse reacties zijn er gekomen. Ik heb het idee dat het wel prima ontvangen is. Het staat bij ons ook standaard in de top 10. Dus veel gelezen, veel aangevraagd. Ja. Zeker? Ja. En dan nog een laatste, dat is ook Engels. En zelfs Engelstalig, om niet te laten verloren gewoon dat we ook boetelandstalige materialen in de bibliotheek hebben. Vaak Engelstalige schrijvers, die zijn, het duurt altijd wel een paar maanden voordat het vertaald is. In dit geval het nieuwe boek van Ian McEwan. Het is echt net uit. Sweet Tooth. Het verhaal van een meisje dat eigenlijk geronseld werd door de CIA om in de jaren 60, 70 het communisme een halt toe te roepen door een collega schrijver de hemel in te prijzen die echt anticommunisme sympathie heeft. Het gaat ook een beetje om ja, het is een diverse laag in het boek. Dat is eigenlijk de hoofdlijn. Dan hebben we ook het verhaal van ja, goed, wie weer een verhaal gewaardeerd, beuk gewaardeerd door de gevestigde orde. En wie kent dat ook op de gemanipuleerd weer. Jazeker. Dus ja, heel aardig. Ook toch nog een beetje actueel natuurlijk met al de verhalen die we nog in gedachten hebben van het recente verleden met allerlei zaken. Precies, hè? Precies. Zeg, dan heb je ook nog een hele bijzondere expositie lopen, heb je begrepen. Ik heb hier de poster liggen. Barbara Stock, zelf kunstenares, heeft een strip gemaakt over het leven van Vincent van Gogh in de redelijk korte termijn dat er in Zuid-Frankrijk heeft gewoond. En dat is helemaal in een stripvorm is dat uitgebracht. En door tegelijkertijd rouleert er een tentoonstelling door de bibliotheken in Nederland. En dat staat nu op dit moment tot 4 februari staat de tentoonstelling op de tweede verdieping in Centre Céramiek. Met ook de pleetjes die zie je het gemak en met name ook haar onderzoek. Want zie je het wel heel goed gekeken naar het leven van Vincent van Gogh. En er werd vaak toch wel afgebeeld als een getormenteerde kunstenaar. Maar hij had ook wel duidelijk periodes gehad dat er heel erg gelukkig was. Eigenlijk een beetje rondom het schilderij De Zaaier. Dat is een beetje de rode draad in het ganse stripboek. Mm-hmm. Tot 2 februari. Vrij toegankelijk, dus iedereen is welkom. Ik weet dat die bibliotheken heel toegankelijk zijn. Maar zeg even een zijspoortje. Wie geeft het eigenlijk met de bibliotheek weer? Want ik hoor altijd negatieve berichten. Ja. De bezuinigingen werden doorgevoerd. Ja. Wie ervaart zich dat? Er zit ze middenin. Klopt. Er zijn nu in de afgelopen jaren zijn flink bibliotheekvestigingen gesloten. Er werd vaak wel pogingen toegedaan om dan vestigingen opnieuw open te maken. En dan zijn het vaak kleine collecties. Bij ons in Maastricht nu hebben we een filiaal hier en Malpe Thuis. Op dit moment zitten we midden in de verbouwing, 30 januari, gewoon 2 nieuwe servicepunten open. Met kleiner, maar wel heel actueel en het meest gevraagde materiaal staat daar. Met de beleving van de Liners die vooral hebben natuurlijk, dat daar van alles te krijgen is, maar dat ze lid zijn van Centre Céramiek, met de totale collectie die daar dan aanwezig is en via ons de grote collectie in gans Nederland. Dat is eigenlijk zo'n beetje de beleving die we nu hebben. Ik weet dat rondom Remung Weert, daar zijn ook filialen gesloten. En die komen dan terug als soms zelfs onbemand, punten waar leners met zelfservice materialen kunnen gaan lienen. Met minder personeel toch hetzelfde en als het even keer nog het beter materiaal. Het persoonlijke gingen weg, hè? Dat is jammer. Ik weet nog, vroeger had ik zo'n bibliotheek, die duurde echt dat boek. Ja. Die worden heel enthousiast over. En daardoor ging ze lezen, daardoor kreeg ze een nieuwe ontwikkeling. Dat gaat toch helemaal weg als we dadelijk geautomatiseerde uitlenkingen maken. Ja, precies. Dan
moeten we toch meer aan denken. Ja. Maar dit is dan nog het meest haalbare voor dat soort. Ja, het zijn dan vaak toch kleinere plattelandsgemeenschappen, zeg maar, ja. Een kleiner dorp. Die, ja, anders is het gewoon neem je op te brengen. Nee, klopt. De gemeenteraden die hebben. Het wordt allemaal trekken voor de financiën. Ze geven leveren veel geld in principe. Ja. Objecten als Floriade en noem het maar allemaal op. Hè. Ja. Dan geeft het geld in op natuurlijk, maar daar gaan we het niet over hebben. Ja. Dat is nog één afsluitend punt. Ja. Een heel klein folletje wat ik heb, poëzieparcours heet het. Een wandeling door Maastricht, door diverse locaties, hoe gedichten in de etalage liggen. Met thema muziek, pokerslag is zeg maar een thema. Dat loopt de ganse maand, tot begin februari is dat mogelijk. Dat gaat ook langs Antiquariaat Stille en langs Tiese Wijnkopers. Dus door het ganse stad is er zinnig gedichten te lezen. En we hebben op 31 januari, is natuurlijk de gedichtendag, Nationale Gedichtendag. Daar is ook een programma en dan werd de wandeling begeleid door deskundigen. Dus dan kan het onder begeleiding langsgelopen weer. En dan nog een hele aardige op 3 februari is een jonge poëzie aan de Maas. Met jonge opkomende poëzie, dichters en ook nog het rap en hip-hop optredens. Dat is dus een hele aardige bijeenkomst. Nou, happening. De bibliotheek 2013. Tjus. Meer dan alleen beugel leren. Dat in ieder geval. Mark, bedankt dich. Ja, merci. En weer zijn donderdag weer opnieuw te zien met een nieuwe aflevering van Limburg Alleen. Maar dan met mijn collega Wendy Segers. Tot donderdag.